Jij bent dit jaar 40, je hebt de kaap van 40 bereikt. Oei, echt? Vind je het echt? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Vele Dobbelaren, die heeft een boekje op de markt. Ja, het is gisteren hier geweest. Ja, voilà. Wel, en ik las naar aanleiding van de publicatie van dat boekje, heeft ze heel wat interviews gegeven. En zij vertelde dat de perceptie van mensen op mensen die 40 worden, dat vooral verandert. Ja. En daar heeft zij echt helemaal gelijk in. Hoezo? Echt, wat denk je? Jonge mensen, mensen die, weet je, toen ik in de tijd 18, 20 was, en iemand werd 40, dan denk je ook van, oh, 40, echt waar. Maar en dat voel ik nu bijvoorbeeld bij Q Music. Hebben we heel wat jonge, hele talentvolle medewerkers. Ja, en die hebben nu zoiets van, amai, Rogier's 40. Een oude man. Dat wordt toch wel stilkens aan een oude man. Hè, terwijl je, en dat is dan natuurlijk het cliché, je voelt dat helemaal zo niet. Hè. En het is natuurlijk ook wel wat veranderd. Toen mijn vader 40 werd, ja, goh, dan had die deed al andere dingen. Ja. Ik probeer misschien nog een beetje jong te zijn, ik weet het niet, maar 40, ja, het is een rond getal en een heel leuk feestje geweest. Dus, ja, oké, dus je hebt er zeker geen spijt van. Als je dan zo een beetje overschouwt wat je al allemaal hebt gedaan, dan besef je wel, Godman, het gaat redelijk snel. Als we teruggaan naar 95, 96, was je die jonge, blonde, lange harengod van in Wittekerke, Snijers. Ja. Hoe blik je daarop terug? Want dat was meteen een groot succes voor jou, hè, om zo te beginnen. Ja, maar dat was heel fijn. Hè. Je kan, mensen moeten ook weten dat Wittekerke in die tijd, dat was echt de van het. Hè. Dat was zo de serie. En Koen de Bouw en Els de Schepper en Philip Peters, iedereen is daar een beetje gelanceerd. Dus ik kwam net van de theaterschool en toen was dat ineens dat aanbod voor Wittekerke. Ja, dat was echt recht naar Mars. Hè. Ja, dan werd je gelanceerd en ineens stond je in al die belangstelling. Het is toch een beetje zoals nu zo'n idoolwedstrijd. Dat je ineens zo in alle grote belangrijke kans. Programma's je ding moet gaan zeggen en alles wat je zegt is dan ineens belangrijk. Dat was een hele interessante periode. Ik ben ook wel blij dat ik goed ben blijven dobberen. Zo, want voor hetzelfde geld raak je alle teugels kwijt. Ja, zullen we eens kijken naar een fragmentje? Want je was toen natuurlijk de populaire acteur en ook een beetje de ladykiller natuurlijk. Oh. Miss België, wat moet ik daarmee doen? Amai, ik zou het wel weten, zo. Zeg, oppassen jij, hè? Trouwens, dat is totaal mijn type niet. Daar heb je gelijk, hè. Je is veel te avontuurlijk voor u. Je hebt daar schrik van. Ik heb een gewoon normaal meisje nodig. Ik niet. Daarom dat ik op meren val. Daar is niks normaals aan. Wat is het? Zijn we naar huis? We kunnen morgen ook nog opruimen, hè? Tot morgen. Ja, je bent zo'n lachen, Kurt. Is dat gek om terug te zien? Ja, het is heel gek om terug te zien. Maar ik ben jou nog wel dankbaar dat je deze beelden hebt geselecteerd. Want er zijn er nog van veel vroeger. Ik heb ze wel gezien, maar ik durfde niet. Nee, daar ben ik jou heel, heel dankbaar voor. Toen was het helemaal in om lang heel haar, lang haar te hebben en zo. En op basis daarvan heb ik ook die audities gedaan. En nu ben ik toch wel van mijn aandacht ook wel weer kwijt. Ja, met Sandrine André in bed. Ja. En je hebt al met heel wat vrouwelijke actrices ook de lakens gedeeld, hè? Ja. In beeld, voor alle duidelijkheid. Want daarnaast viel het wel nog mee, maar in beeld, ja, zeker. Ten tijde van Wittekerke viel het nog wel mee. Alhoewel, als je dan het hele palmares na elkaar zet. Ik heb wel in series gespeeld waar het nog iets pittiger was dan dat. Ja. Want het is wel leuk om te zien, inderdaad, gelijk je zegt, al die grote acteurs, die grote namen, Roel van der Stukjes, Sandrine André, die je later nog een aantal keer dan bent tegengekomen op film. Ja. Sandrine, daar heb ik samen mee en Sarah gezeten. Daar heb ik ook een relatie mee gekregen in Sarah. En in David net niet. Ja. Maar het is wel grappig dat je heel de tijd... Vlaanderen is natuurlijk ook niet zo groot. Dus je komt wel vaak acteurs tegen. Maar in dit geval, Sandrine is een van mijn favoriete actrices van Vlaanderen. Ik vind het zo'n leuke collega en zo'n geweldig goede actrice. Dat is altijd fijn meegenomen. En maak je daar dan ook echt vriendschappen mee met Ja, Sandrine is een paar weken geleden in het huwelijk getreden. En ik ben wel naar haar trouwfeest geweest. Met Sandrine heb ik een heel goede band. Ja. Nog een paar. Mm-hmm. Met Nathalie en Jeroen, Nathalie Meskes en Jeroen van Dijk, heb ik diezelfde band. En dat is heel fijn dat je mensen blijft sms'en of blijft bellen of gaat eten, afspreken. Tuurlijk.